Goedemiddag, van harte welkom op onze tweede webinar van dit jaar. Met de titel Het Vizier op 1 juli 2022. Niet voor niks, want we hebben heel veel vragen van onze relaties en klanten gekregen. Dat met het verschuiven van die inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet en de WKB naar 1 juli 2022. De vragen zijn, wat nu? Wat kunnen we nu wel? Wat kunnen we niet? Moeten we door? Toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we gewoon de hele helpdesk maar invliegen. Dus wij gaan proberen er een interactieve vragensessie van te maken over de Omgevingswet, de WKB, de financiële effecten. We hebben daar een programma voor opgesteld. Ik zal jullie straks alle experts even laten kennismaken. Dan doen we een update over de Omgevingswet. Met daarna het mogelijkheid tot stellen van de vragen over de Omgevingswet. Datzelfde doen we met de WKB en daarna de financiële effecten. En daarna maken we een soort wat grotere vragenronde waar we ook alle integrale vragen gaan behandelen. Ik heb mezelf al 6 keer het woord vragen horen zeggen. Dat is ook wat wij gewoon fijn vinden. Stel ze in de Q&A. We proberen ze allemaal te behandelen. Zijn het er heel veel, komen er later op terug. Maar dat maakt het denk ik voor iedereen, voor ons leuk om te doen en voor jullie denk ik een extra nuttige middag. Ik ga gewoon in mijn beeld van links naar rechts beginnen. Josien, zou je kort willen voorstellen? Ja, ik ben Josien Roodmat, senior adviseur bij Sens. En bij Sens vooral nu bezig met de financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet en WKB. Daar doen we dan onderzoeken voor, zowel landelijk als voor gemeenten. Daar doen we heel veel samenwerking met Ecoris. En ik ben ook druk bezig met opstellen van de nieuwe leesverordening. Dankjewel. Marianne? Ja, goedemiddag, Marianne den Boer, ook senior adviseur binnen Cent. En ben eigenlijk intern verantwoordelijk voor het programma Omgevingswet, waarin we eigenlijk als Cent bepalen welke koers we varen, ook richting hoe wij die implementatie verder als product en dienst kunnen vormgeven. Maar ook extern hou ik me bij een aantal gemeenten bezig met de inhoudelijke ondersteuning van programmamanagers, maar ook wat uitvoeringsgerichte projecten als het gaat bijvoorbeeld over toepasbare regels, verordening fysieke leefomgeving. En plannen van aanpak voor het omgevingsplan onder andere. Michel, fijn dat je er bent. Zou jij je ook even voor willen stellen? Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Michel Hek, partner binnen Ecoris. En al aangekondigd, met Cent doen wij veel samen op het vlak van financiële effectstudies. Met name ook voor de invoering van de Omgevingswet en de WKB. Dankjewel. Natasja? Ja, goedemiddag. Natasja Schouten. Binnen Cent ook senior adviseur en de expert en programmahouder voor het gebied van de wet kwaliteitsborgen voor het bouwen. Daarnaast net als Marjan ook bij gemeenten betrokken bij implementatie van omgevingswet. En dan met name binnen mijn specialisatie van het vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dankjewel. Voor degenen die mij nog niet kennen. Het zou gek zijn naar al die webinars, maar je weet het niet. Jacob van Giezen, partner binnen Sens en verantwoordelijk voor zo goed mogelijk met jullie in verbinding blijven. En daarnaast probeer ik ook nog projecten te draaien waarbij we mensen enthousiast krijgen, in welke vorm dan ook, om gewoon te gaan oefenen en bewustwording te creëren voor nieuwe wet- en regelgeving. Zoals ik jullie had beloofd in het programma, gaan we eerst beginnen met een update van de Omgevingswet. Die wordt door Marianne ingeleid. Marianne, je kan ook nog even vertellen waar je het gedaan hebt qua gemeente waar je mee bezig bent. Verras ons met de update van de Omgevingswet. Nou ja, dankjewel. Nou ja, ik zit in een aantal gemeenten ben ik in ieder geval bezig om te kijken hoe we die implementatie van de Omgevingswet zo praktisch mogelijk uitvoerbaar kunnen maken. Dus voor de verschillende onderdelen kijken we welke acties moet je ondernemen om in ieder geval op 1 juli 2022 nu klaar te zijn voor die Omgevingswet. Wij proberen als Cent eigenlijk zoveel mogelijk diensten of producten aan te bieden die passen binnen de roadmap van de VNG, die bij de meeste gemeenten denk ik wel bekend is. Dat zijn eigenlijk de opgaven en mijlpalen voor nu 1 juli 2022 die je moet hebben afgerond. Wil je echt wettelijk gezien klaar zijn voor de werkingtreding van de Omgevingswet? Dat zijn trajecten die enerzijds gericht zijn op het in beeld brengen van die acties. Hè, wat,
Wat moet je nou precies doen? Welke acties liggen ervoor? Maar anders zijn ze natuurlijk ook heel erg uitvoeringsgericht, hè, om zaken al op orde te maken. Denk bijvoorbeeld aan de werkprocessen die moeten worden aangepast. Hè, die ook basis vormen voor de nieuwe VTH-applicaties. Maar ook kijken wat doen we in de transitiefase met omgevingsplannen. Het zijn allemaal zaken waar we nu druk mee bezig zijn. Waarvan je ziet dat het echt wel er nu wel druk op komt bij heel veel gemeentes. Ook wel het idee krijgen van we moeten nu toch echt wel heel veel zaken op orde brengen. Ook die datum van 1 januari nog voor ogen hadden. Hè, van dat betekent echt dat we vaart moeten gaan maken met eigenlijk die minimale acties. Wat kunnen we doen om straks klaar te zijn? Er zijn een heleboel minimale acties. Dit lijstje geeft eigenlijk een beeld van wat je allemaal zou moeten doen en moeten kunnen afvinken als gemeente zijn. En dan hangen natuurlijk bij elk punt nog een behoorlijk aantal acties onder. Om straks in ieder geval aan de wettelijke eisen te voldoen. Je ziet dat nu toch nog misschien wat door verschillende werkgroepen wordt opgepakt. Ook op verschillende manieren of binnen verschillende afdelingen. Omdat juist die druk erop staat. En hoe mooi zou het zijn om daar straks wat meer tijd voor te krijgen om dat organisatie breed op te pakken. En dan om ook echt die gedachte van de omgevingswet te kunnen omarmen. Dus niet eigenlijk alleen maar die minimale acties gereed te hebben. Maar toch ook ermee te kunnen oefenen. En echt te kunnen kijken van werkt het zoals we het hadden gewild. Hè? En kunnen we daarmee ook recht doen naar wat de omgevingswet voor ogen heeft. Hè, als we het hebben over die 4 verbeterdoelen. Dit plaatje wil ik laten zien, omdat ik dacht van naast die lijst dan zie je dat de werklast eigenlijk nog best wel groot is. En ik denk dat we juist blij mogen zijn dat we op pad kunnen gaan met die hoeveelheid werken nog 6 maanden langer. En dan hoop ik dat we op 1 juli toch net iets meer hebben gedaan dan alleen maar aan die wettelijke vereisten voldoen. Maar dat we ook hebben kunnen oefenen en hebben kunnen kijken waar het misschien nog zaken nog mank lopen. Hè. Als we het hebben bijvoorbeeld over een omgevingstafel, hoe zou die misschien nog beter kunnen werken, nog praktischer toepasbaarder kunnen zijn. Werkprocessen die misschien nog scherper zijn ingericht en nog beter in de organisatie zijn geland. Ik denk dat we daar gelukkig naar mijn idee iets langer de tijd voor hebben. Hè. Ook gezien het feit dat je het hele formele deel het liefst natuurlijk voor alle gemeenteraadsverkiezingen af wil hebben. Want daarna ligt de focus toch echt op een aantal andere zaken. Dus wat mij betreft gewoon door zoals we ingezet zijn. En juist die tijd die we over hebben gebruiken om zaken aan te scherpen, te fine-tunen. En met elkaar echt ook de bedoeling van de omgevingswet te omarmen. Dankjewel. Ik heb wat vragen binnengekregen, Marjan. Je hebt 2 keer gezegd dat je tijd wil hebben om te oefenen. Met wat voor dingen kan je voorbeelden geven waar het goed zou zijn dat je met bepaalde dingen kan oefenen? En kan je daar specifieke voorbeelden van geven? Het gaat alleen maar over de werkproces ten aanzien van vergunningverlening natuurlijk al. Hè. Daar wijzigen een aantal zaken in. Hoe meer je dit met verschillende casussen hebt doorlopen, hè. Casussen met verschillende zwaarte misschien wel of complexiteit. Hoe meer je ook daarin kan zien van wat verandert er en wat betekent dat misschien voor de interne afspraken, maar ook afspraken met je ketenpartners. Maar denk ook aan de transitiefase voor het omgevingsplan. In principe krijgen we een omgevingsplan van rechtswegen. Maar hoe je die omzet straks naar een omgevingsplan, definitief. Dat vraagt ook wel wat keuzes. Hoe meer je dat integraal met elkaar oppakt. En daarover nadenkt en klaar bent voor de inwerkingtreding van de omgevingswet. Hoe beter je ook gesteld bent voor bijvoorbeeld nieuwe aanvragen die binnenkomen. Voor bijvoorbeeld het wijzigen van het omgevingsplan. Dankjewel. We hebben een vraag voor meneer Van Zon. En die ga ik denk ik straks maar aan jullie allemaal stellen. Want die heeft echt wel een mooie kritische vraag. Hij gaf aan dat het vizier op 1 juli 2022 de titel is van ons webinar. Zou het vizier volgens meneer Van Zon niet op 1 januari 2022 moeten blijven staan? Zodat je zeker weet dat je momentum hebt en een soort van reservetijd hebt, dat je in die laatste minuut nog van die Duitsers kan winnen. Dat is eigenlijk al wat ik een beetje aangaf. Hè. Als het gaat over die minimale vereisten, zorg dan dat je daarmee klaar bent. Hè. De technische aansluiting op de omgevingswet, laat ik het dan maar even zo noemen. Dat je die klaar hebt voor 1 januari. Dat betekent dat je eigenlijk met de verdere fine-tuning kan werken tot 1 juli 2022.
Betekent dat je dan niet alleen maar je hebt voldaan aan de wet, maar ook iets meer van die omgevingswet gedachten al hebt kunnen ondervinden en kijken hoe je je daar nog verder op kan aanpassen en je processen bijvoorbeeld op kan aanscherpen. En dat lijkt me heel erg mooi. Dus misschien formeel klaar op 1 januari 2022 en in gedachten en integraal en met de organisatie klaar op 1 juli 2022. Dankjewel. Ik blijf het beeld in de gaten houden. Dat als er nog vragen voor je binnenkomen, Marjan, dan zal ik er nog even bij terugkomen. Voorlopig hebben we alle vragen behandeld. Nogmaals, we zijn er voor u. Dus als u vragen heeft, blijf stellen. En dan gaan we nu over naar de update van de wet kwaliteitsnormen voor het bouwen. Natasja. Ja, goedemiddag nogmaals. Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen. Ja, ik wil jullie eigenlijk even meenemen naar de webinar die we in februari hebben gedaan over de WKB. Waar ik met name de oproep heb gedaan om te oefenen en proefprojecten te draaien. Voor wie daar niet naar heeft gekeken, even heel kort. Die wet kwaliteitsborgen voor het bouwen, die treedt gefaseerd in werking. En hij is gekoppeld qua inwerkingtreding aan die omgevingswet. In feite tweeledig. We hebben een stukje verbetering van de positie van de consument. Daarvoor gaat het burgerlijk wetboek aangepast worden. Dus dat is een private aanpassing. Maar als de wet in werking treedt, geldt dat direct voor alle bouwwerken. Dus dat deel van de wet gaat niet gefaseerd in werking treden. Dus dat betekent dat ook voor appartementengebouwen en hoogbouw er dus ook gewoon private aanpassingen al zijn om consumenten te kunnen beschermen. Wat wel gefaseerd in werking gaat treden, is dat aanpassing van het publieke stelsel. Dus waar je als bouw- en woningtoezicht zeg maar, qua in de WTH mee te maken krijgt. En dat de borging van de technische eisen vanuit het bouwbesluit door de private markt gaat gebeuren. Daar krijgen we een meldingsplicht voor. Dus je ziet nu al stukken, maar een heel stuk minder dan voorheen. En dat betreft dan de bouwwerken gevolg klasse 1. En een aantal voorbeelden daarvan staan ook hier op dit plaatje. Wat recreatiewoningen. Fiets- en voetgangersbruggen, wat industriebouwwerken, dat kunnen glastuinbouw zijn of kleine bedrijfshalletjes en de grondgebonden woningen. En wat we met name zien is dat die melding betreft toch een heel ander proces. Een deel ten aanzien van die technische toetsing, zo op papier als op de bouw, wordt door een private partij gedaan. Dus dat vraagt om een andere invulling vanuit ook wel vergunningsverlening, maar ook met name toezicht en handhaving. En wij adviseren in ieder geval om ook goed te kijken hoe je dat gaat borgen in je VTH-beleid. Wanneer ga je handhaven en wat is dan de handhavingsstrategie die je daar gaat toepassen? Nou, dat is een klein stukje qua terugblik. Wat zijn dan met name aandachtspunten als we kijken naar die nieuwe stelsel en nieuwe rollen? Ja, oefenen is nog steeds belangrijk. We zien nu ook dat landelijk gezien vanuit de ambassadeursnetwerken er steeds meer proefprojecten van de grond afkomen. En nu dat de datum iets verschoven is, is er ook meer ruimte om een project daadwerkelijk ook van A tot Z mee te kunnen maken. Dat je toch te maken hebt met een vergunningaanvraag nu nog op dit moment en een stukje uitvoer. En zeker omdat nu de invoering ook van deze wet naar 1 juli 2022 verschoven is, geeft dat meer ruimte om een project van begin tot het eind te kunnen doorlopen. Wat zijn dan de voordelen? Je kunt in ieder geval kennis nemen van hoe instrumenten werken. Kijken hoe een aannemer en een kwaliteitsborger de samenwerking doen om zo meer vertrouwen te krijgen in het stelsel. En ook vanuit hoe gaan jullie van jullie werkprocessen opzetten en de handhaving in je VTH-beleidsplan borgen, kun je direct ervaring mee opdoen en dat opzetten in je praktijkdeel. Ik had nog één laatste sheet volgens mij. En dat is even een combinatie tussen de wet kwaliteitsborging en de omgevingswet. Wat ik even roep continu maar op van ga proefprojecten doen, ga oefenen. Want we moeten uiteindelijk nieuwe werkprocessen maken, ook vanuit de omgevingswet, maar ook vanuit de WKB. Die moeten ook nog geborgd worden in een applicatie, een VTH-applicatie. Dus ook de techniek moet daarop aangepast worden. Ik gaf al aan dat beleid kijkt ook in hoeverre dat ook omgevingswet proef. Ten aanzien van de verbrede rijkwijde die er bijvoorbeeld is aanpast. Lezers, nou daar gaan de collega's zo ten aanzien van financiën nog iets over vertellen. Maar het is ook niet een onbelangrijke. En kijk ook naar de formatie. En dat wil niet zeggen dat de formatie helemaal wegvalt. Maar we zien wel dat er meer algemene regels gaan komen. En meer meldingen komen. En toch een verschuiving is ook naar toezicht en handhaving.
dat je soms ziet dat mensen andere keuzes gaan maken in de organisatie, maar soms ook erbuiten. Dus ja, als laatste, ik zie het als een kans dat er is uitgesteld voor de WKB. Ga oefenen. Ga hetgeen wat op papier bedacht is inderdaad in de praktijk aan de man brengen. Nou, Natas, hij loopt vol. Kan je uitleggen, ambassadeursnetwerken, wat zijn het en kunnen mensen daar aansluiten? Ja, op zich zie je hier ook het plaatje, is niet helemaal duidelijk. De VNG is nu actie gestart om ambassadeursnetwerken op te zetten. In feite zijn er nu al heel wat in de gemeente, bijna landdekkend op dit moment. Met het idee dat de VNG deze netwerken begeleidt. Er is één gemeente die meer trekker is binnen het hele traject. En het idee is om kennis en ervaringen te delen rondom de proefprojecten. En ook met elkaar te kijken hoe we tot proefprojecten kunnen komen. Dus naast gemeenten zit VNG hierin, maar ook een aantal instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers en aannemers maken dan onderdeel uit van zo'n netwerk. Anonieme vraag die binnen is gekomen. Bedoel je met oefenen dat je parallel gaat lopen, dus zowel de initiatiefnemer gelijk optrekt met de gemeente, of dat je al het hele nieuwe stelsel nabootst? Ja, bij voorkeur, in ieder geval de stimulans vanuit de ambassadeursnetwerken, is om eigenlijk de hele nieuwe situatie na te bootsen. Zij dat we nog wel te maken hebben met de WABO, dus qua juridische borging moet er dan nog wel een vergunning verleend worden. Maar die wordt dan alleen verleend voor de ruimtelijke inpassing, dus je toets aan je bestemmingsplan en welstand. En de techniek wordt ook al in de vergunningsfase door de private partij gedaan. En ook het toezicht wordt dus door die kwaliteitsborger, door de private partij gedaan. Maar gemeenten kunnen zeker ook afspraken maken van wat ze graag willen zien en waar ze in willen meelopen. Dus vooraf aan een proefproject worden er over het algemeen afspraken gemaakt tussen gemeente en de aannemer en zijn kwaliteitsborger. Hoe de gemeente erbij betrokken wordt, hoe er gecommuniceerd wordt, hoe er inzage kan komen in de verschillende documenten die gemaakt worden door beide partijen. En zodat men van elkaar kan leren. Helder. Als jullie vragen hebben, probeer je naam er ook bij te zetten, want dan vaak herken ik dan de klanten die er zijn. Maar nog even dan zonder naam. Er is iemand die zich wel goed ingelezen heeft naar Tas, want deze zou zowel door jou als Marianne beantwoord kunnen worden. Maar stel dat in de nieuwe omgevingsplannen er heel veel vergunningsvrij gemaakt wordt, betekent het dan dat er alleen nog maar een melding plaatsvindt? En hoe kan je als gemeente dan nog een soort van sturing maken? Ik ga er even vanuit dat met meldingen of vergunningvrij bedoeld wordt dat het omgevingsplan vergunningvrij is. Dus dat voor het bouwen van een bouwwerk en niet getoetst te worden aan de zaken in het kader van de fysieke leefomgeving. Nog even, hè, bestemmingsplan, welstand en dat soort zaken. Los daarvan, hè, want we kennen de knip binnen de omgevingswet. Los daarvan moet je ook kijken, is dat bouwwerk dan vergunningvrij voor de techniek? Valt die binnen gevolgklasse 1 bouwwerken die ik net noemde, dan valt dat onder de melding inderdaad. En het grotere bouwwerken, dan kan het zijn dat het gewoon vergunningplichtig is voor de techniek. Dus vanuit de knip moet je zowel vanuit het omgevingsplan deel kijken als vanuit de techniek deel. Dankjewel. Nee, er komt even niks aan vergunningen binnen. Dan gaan we soepeltjes over. Ze hebben wat langer moeten wachten. Michel en Josie, bedankt voor jullie geduld. Maar teken te weten voor de update van de financiële effecten. En Michel zou, ja, wie heeft zijn geluid erbij? Hartstikke. Ja, nee, wat we net al gehoord hebben, denk ik ook vanuit de experts van Sens, er gaat nogal wat veranderen. Zowel ten gevolge van de omgevingswet als de wet kwaliteitsborging. En daar zitten, behalve procesmatige wijzigingen, zitten daar ook behoorlijk wat financiële consequenties in. En wij hebben al eerder een webinar hierover gehouden om een eerste doorkijk te geven van wat zijn de financiële effecten van de invoering van de omgevingswet in de WKB. En het is goed om even een aantal highlights daar terug te pakken, maar met name ook wat nieuwe inzichten. In de tussenliggende tijd, begin dit jaar, is het financieel integrale beeld gepubliceerd rondom de invoering van de omgevingswet. Ook wel het artikel 2 onderzoek, waar Ecoresens ook een aantal deelonderzoeken voor heeft mogen uitvoeren. In combinatie met een aantal onderzoeken die we ook echt gewoon nu in de praktijk bij gemeenten hebben uitgevoerd, zien we gewoon wat dat gaat betekenen. En het algemene beeld en met name ook de vooraanname met de invoering van de wetgeving
dat gaat kostenneutraal ingevoerd worden. Nou, die kostenneutraliteit die kunnen we al wel ter discussie stellen. Wat kostenneutraal, het ligt er net aan wat voor definitie misschien een kostenneutraal gaat geven. Maar zeker voor gemeenten pakt dat niet altijd kostenneutraal uit. En ik wil jullie met name ook even meenemen van een aantal onderliggende principes, hoe wij daar tegenaan kijken. Als we gaan kijken naar de kosten, ja, er zijn wel zeker wel degelijk zijn er gewoon efficiëntieslagen te maken met de invoering van de Omgevingswet en de wet kwaliteitsborging, waardoor processen sneller, makkelijker verlopen, waarmee er ook minder inzet benodigd is. Dat zijn quick wins, maar in feite als je het in euro's uitdrukt, het is klein bier. Een groter element, en dat is wel een wezenlijk, en dat werd net ook al aangestipt, zeker met de invoering van de wet kwaliteitsborging, gaat voor de gevolgklasse 1, gaat een groot deel van de werkzaamheden gaat van gemeente naar de private kwaliteitsborgers. Dat heeft dus ook een behoorlijk formatievraagstuk. En juist vanuit kostenperspectief is dat een besparing. Als je het bestempelt, je hebt die formatie niet meer nodig. Maar hier zit ook net op een gegeven moment het schakelpunt. Hoe ben je daar als gemeente nu al op geëquipeerd? Ben je al voorbereid? Heb je al een flexibele schil opgebouwd? Moet je mensen een andere positie geven? Daar komen we zo meteen nog even op terug op het onderdeel draaiknoppen. Maar het zijn niet zomaar de quick wins dat daar gewoon flinke besparingen tegenover staan. Aan de andere kant, en dat is net ook eigenlijk al wel naar voren gekomen met de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wet Kwaliteitsborging, komen er ook gewoon nieuwe taken, nieuwe processen op gemeenten af. Die zullen wel ingebed moeten gaan worden en die daarmee ook een kostenverhogend element met zich mee gaan brengen. Dus qua kosten, het is niet alleen maar hosanna, integendeel. Daartegenover hebben we ook nog het stuk baten. En bij baten, dat zijn denk ik wel interessant om een aantal elementen daaruit te lichten. Eén onderdeel is, gemeenten zijn eigenlijk er nu al mee geconfronteerd. Via het gemeentefonds zijn gemeenten al gekort als het gaat over de bijdrage voor de DSO landelijke voorziening. Vaak heb je dat niet eens in de gaten omdat het toch via de grote algemene gemeentefondspot gaat. Maar let op, dit is wel degelijk al een eerste, wat wij dan noemen een kostenpost, want er komen minder baten in het gemeentefonds binnen. Dus daar is die verrekening al doorgevoerd. Wat we ook zien, wederom ten gevolge van de invoering van de wet kwaliteitsborging, dat een aantal taken vanuit gemeente naar de private kwaliteitsborgers gaan, waarmee je als gemeente ook niet meer de leges kan heffen over die verschillende activiteiten. Dus qua leges ga je ook inleveren. Staat wel tegenover dat er extra leges gegeven kunnen worden, met name voor de milieu- en de bodemtaken. Maar als we dan naar het grotere geheel kijken, dan is die extra legespost beperkt. Maar met name het wegvallen van de leges, ja, dat is wel een grotere post. Dus we zien, als je onderaan de streep kijkt, nul uitkomen. Nou, misschien is het mogelijk. In de praktijk zien we echter dat het vaker een rood bedrag oplevert. Oftewel, een structureel tekort die de invoering van de Omgevingswet en de WKB teweeg brengt. Maar, dat is eigenlijk het bruggetje naar Josien. Er zijn gewoon ook wel een aantal opties waar je als gemeente nog wel degelijk op kan sturen. Hartstikke bedankt voor je duidelijke verhaal. Ik ga dat bruggetje een klein beetje oprekken. Want jullie verhaal leidt tot een hoop vragen. Onder andere Peter van der Bos, bedankt voor je vraag. We maken even dit onderdeel af en dan kom ik op de vragen terug. Dus ze zijn gespot en ze komen er zo aan. Excuus voor het ongemak. Geen helemaal niks, dankjewel. Michel zei net al het bruggetje, er zijn nog wel wat keuzes te maken. En ook als je denkt aan beleidskeuzes, dan denkt men al heel snel aan de keuzes die je kan maken in je omgevingsplan. Maar eigenlijk zit er nog een stap voor. We hebben het nu eigenlijk nog over keuzes die je maakt als je alleen aan de minimale vereisten wil gaan voldoen. En dat zit hem dan vooral in de inrichting van de nieuwe en veranderende taken. Denk bijvoorbeeld aan participatie. De WKB-meldingen die op je afkomen. Daar kan je natuurlijk veel of weinig tijd aan besteden. Dat heeft invloed op de financiën. Daarnaast en daartegenover ook eigenlijk gelijk de mogelijkheid en wenselijkheid om bepaalde kosten toe te rekenen aan leges.
We hebben net al bijvoorbeeld het stukje milieu gehad. Die mogelijkheid is er, maar is het ook bestuurlijk gezien wenselijk om daar nog een extra lastenverzwaring neer te leggen? En als je naar die keuzes kijkt, komen we elke keer eigenlijk uit op, je hebt twee uitersten, twee scenario's. Aan de ene kant heb je het financieel optimaliseren en dan is in principe het idee dat je de kosten zoveel mogelijk drukt en kijkt welke verhaalmogelijkheden je hebt. Dus dat je zoveel mogelijk kostendekkend leesjes daar tegenover zit. Aan de andere kant heb je dienstverlening. We zijn inmiddels wat verder ook dat we hem ook zien als het borgen van de omgevingskwaliteit. Want dat is, het is niet altijd per se dienstverlening. En daar ga je ook meer kijken van, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat je optimale dienstverlening, dat de kwaliteit wordt geborgd. Ja, en dan is dat niet altijd door kostendekkende leesjes er tegenover te zetten om dat te bereiken. De thema's waar we eigenlijk die beleidsknoppen zien is bijvoorbeeld participatie, het vooroverleg, de KNIP, uiteraard de WKB-meldingen waar we het net ook over hadden en wederom de milieuleges waar je nog allerlei keuzes in kan maken voordat de wet in werking treedt. Als ik je goed begrijp zijn er eigenlijk twee extreme. Ja. De extreme aan de ene kant is dat we een lineaal hebben die eigenlijk alleen maar financieel kijkt naar van wat is het meest efficiënt. En de andere is van hoe kan je beleidsmatig zo goed mogelijk de omgevingskwaliteit. En daartussen zitten allemaal grijze gebieden. Klopt, ja. En bij de onderzoeken die we nu uitvoeren zie je eigenlijk dat een gemeente een positie kiest binnen dat spectrum. Om de uiterste ook wel echt uiterste zijn. Helder. Laten we dan die financiële maatlat maar een klein beetje meenemen en dan een soepel bruggetje maken naar de begroting. Michel. Nou ja, kijk, nu is op een gegeven moment ook wel het momentum om daar goed over na te denken. En ik denk dat veel gemeenten het herkennen dat men nu in de afrondende fase zit als het gaat over de voorjaarsnota 2021 om die op orde te krijgen. Waarin we ook zien dat daar gemeenten die al begonnen zijn met nadenken, financiële effecten inzichtelijk zijn gemaakt, die nu in ieder geval een soort van routekaart, een roadmap hebben uitgestippeld. Wat gaat de invoering voor ons betekenen? Het uitstel, of althans, het verplaatsen van 1 januari naar 1 juli 2022, biedt dan eigenlijk wel weer een extra mogelijkheid. Net werd daar al de vraag gesteld van blijft het vizier nu op 1 januari staan of is dan het vizier op 1 juli? Nou, ten aanzien van de begrotingscycli, met name vanuit de gemeentelijke begroting, biedt het wel een extra mogelijkheid. Voor die gemeenten die nu denken van, ben ik te laat? Nee, er zijn nog steeds kansen. En dat is met name te relateren aan de najaarsbegroting, denk even de najaarsbegroting 2021. Wat eigenlijk wat meer het terugkijken is. In de najaarsbegroting, daar komt natuurlijk geen nieuw beleid in. Maar wat wel relevant kan zijn, dat is met name ook het terugblikken over de eerste 8 maanden van het jaar. Hoe zijn we nu gegaan? En zeker als het gaat over de omgevingswet en om omgevingswet gerelateerde zaken, is dat ook het moment om ook met name ook de raad daarin mee te nemen van hoe staan we er als gemeente voor? Betekent het al dat we zien wat al een paar keer geroepen is met het testen, het oefenen, het implementeren en het aanpassen op de invoering? Of daar misschien aanpassingen doorgevoerd moet worden, want als dat het geval is, dan ontstaat er eigenlijk de extra mogelijkheid, de extra ruimte die gecreëerd is met het uitstel om nieuw structurele effecten in kaart te brengen om in de volgende voorjaarsnota, de voorjaarsnota van 2022, om die daar nog door te kunnen voeren. En dat is nou net dat extra half jaar uitstel die de wet oplevert, die zeker vanuit een begrotingsperspectief de mogelijkheid biedt om zeker in het voorjaar van 2022 de structurele effecten en goed in kaart gebracht te hebben, maar B ook goed te kunnen borgen in een meerjarenperspectief. Want daar gaat het op een gegeven moment ook om, die periode die we nu nog hebben, met name te gebruiken om goed na te denken en wat Josine ook terecht aangaf, die beleidskeuzes die er zijn. Het is niet een statisch geheel, u krijgt een bepaald pakket opgelegd, nee. U als gemeente moet nog een aantal keuzes maken en dit is het moment om die keuzes te identificeren, die keuze daadwerkelijk te maken,
voor te leggen en te bespreken met de raad en uiteindelijk het vast te kunnen leggen in de begroting. En dat gaat dus zowel over de veranderende taken of de veranderende beleidskeuze die opgelegd gaat krijgen, maar met name ook, en dat is het onderwerp wat een paar keer aangestipt is, maar wel extra aandacht behoeft, het lezersverhaal. Lezers is natuurlijk een van de belangrijke, ook de inkomstenknoppen, maar om daar het lezersverhaal goed in te bedden, dat is een onderdeel waar we ook nog even extra stil bij willen staan. Nou, de bruggetjes zijn mega soepel. Ja. Kan jij ons meenemen naar de lezersvorm? Ja, helemaal goed. Gaan we doen. De lezersverordening. Ik zag net ook al een vraag voorbij komen. Die zal ik zo ook even beantwoorden. Wat je ziet is met de nieuwe lezersverordening. Wordt wel echt aangrijpend gewijzigd. Wat het lastig maakt is ook het... hoe ga je nou tarieven bepalen? Je hebt knip, je hebt nieuwe activiteiten, veranderende activiteiten. Hoe ga je nou ervoor zorgen dat je dekkende tarieven hebt, maar ook redelijke? Dus dat je ook nog kijkt in hoeverre je gebruik kan maken van kruissubsidiëring, zodat bepaalde activiteiten ook niet te duur worden. Vaststellen van een nieuwe verordening voor tot 1/7/22 en daarna, of tenminste een verordening vanuit de huidige situatie. Ik zag ook al een vraag van kan je halverwege het jaar een nieuwe verordening met een eventuele verzwaring vaststellen? Ja, dat kan. In principe adviseren we nu ook om gewoon de huidige verordening te indexeren en vast te stellen tot... halverwege het jaar volgend jaar. En er ook niet te veel energie in te gaan steken. Want we gaan echt wel zien dat het opstellen van die nieuwe verordening heel veel tijd kost en heel veel onderzoekswerk en ook een hele hoop keuzes. Bijvoorbeeld, hoe reken ik participatie toe? Wat doe ik met mijn vooroverleg? Dus ik zou vooral adviseren... Ga nu al aan de slag met die nieuwe modelverordening en maak er ook een rekenmodel van, zodat je goed in beeld hebt ook straks wat zijn dan je kosten en je baten, waarmee die je ook mee kan nemen in de begroting. Nou ja, Michel zei het net ook al, het is dan ook al belangrijk om daar alvast ook over na te denken, zeker met die keuzes. Hoe ga ik het bestuur, maar ook de raad meenemen en hoe leg ik die consequenties goed voor, hoe breng ik die goed in beeld? Daarnaast zien we ook, hè, Marianne gaf het helemaal in het begin al aan, ook met de verkiezingen. Ja, raden we eigenlijk ook aan, kijk ook of je wellicht met het vaststellen van de huidige verordening voor het eerste halfjaar, of jij meteen al die nieuwe verordening ook vast kan laten stellen. Want tegen de tijd dat je de nieuwe verordening wil vast laten stellen voor 1 juli in het volgende jaar... Ja, dan zit je net na de verkiezingen en kunnen we ons zo maar voorstellen dat de agenda's heel erg druk zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje ten aanzien van de leesvorm. We hebben wat vragen binnen. Je hebt wat langer op moeten wachten, Peter van der Bos, maar ik ga hem nog iets meer inzoomen. Kan je de belastingtechnisch en juridisch gezien halverwege een kalenderjaar een nieuwe leesverordening maken met bijvoorbeeld een verzwaring? Nou, daar is al antwoord op gegeven, maar de vraag is wel, en die is wel belangrijk, kan je dan ook al ineens de milieuleesjes erin zetten? Kan je ons daar nog even extra verduidelijking geven? Ja, in principe is het gewoon per 1 juli de nieuwe verordening en je mag inderdaad, omdat het de wet van herwerking treedt en daarmee de mogelijkheid komt om die milieuleesjes te heffen, mag je halverwege dat jaar, mag je inderdaad... die lezers gaan heffen. En dat is ook natuurlijk relevant voor de begroting. Omdat gewoon nu uit de algemene middelen heel veel kosten daarvoor worden gedekt. Waar je dan op dat moment lezers voor kan gaan heffen. Hartstikke mooi. Nog een vraag naar aanleiding van een van je eerste sheets. Heb je ook een voorbeeld? Kun je een voorbeeld geven hoe zo'n beleidsknop werkt? Ja, ik gaf net al een beetje aan. Inderdaad, enerzijds financieel optimaliseren, anderzijds dienstverlening. Wat we nu zien, bijvoorbeeld ook in het opstellen van de nieuwe verordening, is bijvoorbeeld vooroverleg. Dat is denk ik een mooi voorbeeld. Als je denkt aan dienstverlening, maar ook een beetje vanuit de gedachte waarom je bijvoorbeeld veel gemeenten zijn nu inteken en omgevingstafels aan het organiseren. Vanuit dienstverlening zou je willen dat er veel er langskomt, deelneemt.
Dus denk je ofwel, ik zie gemeenten die bijvoorbeeld zeggen, nou dan wil ik zo'n intaketafel gewoon wellicht gratis doen. En een omgevingstafel ook niet te duur. Of daar gewoon eventueel 100% verminderingen, de levensmindering brengen als de aanvraag goed binnenkomt. Aan de andere kant heb je natuurlijk dat financieel optimaliseren. En zeg je, nou ja, het kost me nogal wat. Vooral de grotere omgevingstafels, daar komen eigenlijk vaak heel veel collega's. Eventueel meerdere rondes. Dus dat zijn best wel aanzienlijke kosten. Daar zou je ook van kunnen zeggen, daar zetten wij gewoon kostendekkende leges tegenover. En dan zijn die kosten gedekt. Maar dan zie je ook weer, daar heb je die uiterste. Dan kan dat ook een flinke bon worden voor de initiatiefnemer. En dan ben je eigenlijk een beetje weer dat idee kwijt dat je initiatiefnemers juist om tafel wil hebben bij die omgevingstafel. Michiel, in een van jouw eerste sheets had je het over dat het zeker niet budget- of kostenneutraal was. Ik heb een vraag van diezelfde meneer Van Zon. Van, zou die uitslag van dat onderzoek nog consequenties kunnen hebben? Consequenties in het kader van de begroting of? Of misschien wel beslissingen over de omgevingswet, dat er dingen aangepast kunnen worden, dat het uitstel misschien betekent dat er wat lichte fine-tuning is. Zo lees ik hem een beetje. Nou, ik vraag me af of daadwerkelijk of dat een gevolg heeft voor de invoering. Volgens mij vinden daar in ieder geval zeker binnen koepelverband vinden daar de nodige overleggen plaats. Tussen enerzijds Binnenlandse Zaken en anderzijds VNG, IPO, Unie van Waterschappen, waarin ook met name de financiële consequenties een rol spelen. Daarmee refereren we ook even aan de artikel 2 onderzoeken die zeker nu voor de omgevingswet al zijn uitgevoerd. Die een totaalbeeld hebben laten zien wat de invoering teweeg gaat brengen. Wat veel belangrijker gaat worden, als je als gemeente al in financieel moeilijk weer zit. En dat zien we dat gewoon de afgelopen periode het geval is. Zeker met alles wat op de WMO op gemeenten af is gekomen. Zijn gemeenten niet zomaar in staat om ook weer een extra structurele last ten gevolge van de omgevingswet op zich te nemen. En daarmee wordt het belang eigenlijk, wat het verhaal wat Josien aangaf rondom het goed nadenken. Waar ben ik van als gemeente? En welke keuzes kan ik maken? En welke financiële consequenties heeft dat? Die twee zullen denk ik in nauwe samenwerking gedaan moeten worden. Wat ben ik in staat als gemeente om financieel te dragen en te investeren de komende periode? Versus wat vind ik wat gewoon mijn minimale dienstverleningspakket moet zijn richting de initiatiefnemers? Want het kan ook niet zo zijn dat de volledige rekening bij de initiatiefnemer wordt neergelegd. Dus dat zal op een gegeven moment een kwestie van goed nadenken en ook ja, logisch redeneren. Wat vind ik wat mijn gemeentelijke taak dient te zijn en welke taak of welke rekening wil ik op een gegeven moment bij de initiatiefnemer neerleggen? En als ik dan praktisch kijk en ook een beetje, want er komen hier wat vragen allemaal een beetje met dezelfde strekking binnen. Ik probeer dat een beetje te bundelen, maar het vooroverleg, de omgevingstafels, dat je eigenlijk hoor ik jullie allemaal zeggen dat de beleidsknoppen zijn heel erg extreem, financieel en daartussen. Maar dat je eigenlijk een middenweg moet zoeken van wat je als gemeente kan dragen en wat schappelijk is. Voor iemand die een bijdrage aan de kwaliteit van de gemeente wil hebben. En met name denk ik ook heel nadrukkelijk kijken van wat ben ik nu al. We zien in de praktijk dat een aantal gemeenten al heel dienstverlenend zijn. Zeker als het gaat over het vooroverleg. Zorg er ook voor dat je niet een radicaal andere koers gaat varen. Als gemeente heb je ook in ieder geval de morele verantwoordelijkheid om de consistente lijn te kunnen blijven behouden. Dus daarom adviseren we ook, kijk ook heel goed van wat is de huidige DNA wat je als gemeente al hebt. En zeker ten aanzien van een dienstverlenende component. En ja, dat kan in sommige gevallen daarmee extra financiële consequenties hebben. Anderzijds kan het daarmee ook het rechtvaardigen dat je daar extra in gaat investeren. Omdat dat bij jou als gemeente heel erg past. Duidelijk, dankjewel. Er komen wat kriskras vragen nog binnen. Dankjewel. Eén voor Natas. Wat zie je landelijk als een beetje de keuzes die gemaakt worden over de nog inhoudelijke diepgang van de melding?
En dan denk ik dat ze het hebben over de melding bouwactiviteit. Ja, als je kijkt naar de melding bouwactiviteit, zie je dat er heel in het begin als stukken bij de melding, onder andere een risicobeoordeling en een borgingsplan zitten. Daar zitten zowel aspecten in waar nu vergunningverleners mee bezig zijn, dus de beoordeling van de technische eisen van het bouwbesluit. Maar er zitten ook best wel lang wat uitvoeringseisen in als we kijken naar dat borgingsplan. Van wat gaan we dus buiten dalen controleren om het bouwwerk beheersbaar te maken en alle effecten daarvan. En dan zie je dat er wel een keuze gemaakt moet worden in waar zetten we dan toezicht misschien al eerder in het proces bij een melding, terwijl normaal een toezichthouder pas aan de orde komt wanneer de werkzaamheden uitgevoerd daadwerkelijk gaan worden. Dus een sloop gaat starten of een bouw gebouwd gaat worden. Dus met name die keuze zie je dat gemeenten moeten maken. En je ziet dan toch dat wel dat vergunningverlening en toezicht wel een beetje naar elkaar toe gaan op dat moment. Wanneer de melding al binnenkomt. Zou ik in ieder geval ook adviseren. Ik denk met name die. Dankjewel. En ik had nog een vraag over je, die kwam binnen bij een van je laatste sheets. Je had over de handhaving. Het is een heel stuk tekst, dus ik probeer hem zo goed mogelijk samen te vatten. Maar in de handhaving kan je als gemeente nu ook aangeven dat het niet past. Maar dat je gaat overwegen of je wel of niet gaat handhaven. Zo lees ik even de vraag. En is dat nog wenselijk in het stelsel als de WKB is? Omdat dan de kwaliteitsborger wel-niet daarmee kan spelen. Is zeker van belang. Omdat in feite het moment dat de kwaliteitsborger in overleg met de aannemer er niet uitkomt. Oftewel de aannemer gaat de overtreding, het niet voldoen aan het bouwbesluit, niet aanpassen. En wat betekent dat er op het eind van de bouw geen verklaring komt van de kwaliteitsborger. Dat hij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat voldaan wordt aan de technische eisen van bouwbesluit, dient hij dat direct te melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag krijgt op dat moment de keuze van wil ik handhaven, want hij mag hem ook verplaatsen naar een later moment. Kan ik handhaven? En daar zou ik altijd bij denken van neem ook in je beleidsplan op welke moment je gaat handhaven. Op dit moment gebeurt het ook nog wel eens dat er bijvoorbeeld is de discussie die nu leeft met casco-badkamers. Het opleveren van een woning met een casco-badkamer levert per definitie geen verklaring op van de kwaliteitsborger. Dat weten we al bij aanvang van de bouw. Dus dat zou een melding kunnen zijn van de kwaliteitsborger naar de gemeente. Let op, er wordt niet voldaan aan bouwsluit, want daar zit een casco-badkamer in. Op het moment dat het bouwwerk opgeleverd wordt door de aannemer. Wat wilt u hiermee, gemeente? Ja, als de gemeente er van tevoren over nagedacht, dan kan ik me voorstellen dat we niet direct gaan handhaven. Want je kunt na oplevering altijd nog de burger in de gelegenheid stellen om de badkamer af te bouwen. Dat gebeurt over het algemeen ook, want iedereen wil graag een waterdichte badkamer. Want daar heeft hij zelf alleen maar problemen mee. En daarnaast is er nog een tweede manier. Op het moment dat het bouwwerk gereed is, 2 weken voor aanvang, volgt er een dossier bevoegd gezag. Dus dat is een dossier die bij de gemeente aangeleverd dient te worden. Met wel of niet die verklaring van die kwaliteitsborger. En ook op dat moment kan de gemeente besluiten wel of niet te handhaven. Dankjewel. Nou hebben we blijkbaar een hele trouwe groep kijkers. Want er wordt gerefereerd door de heer of mevrouw De Boer. En voor Marianne. We hebben het vorige keer over een VFL gehad. Verordening fysieke leefomgeving. Toen heb je blijkbaar aangegeven dat je daar snel mee moest beginnen. Of je er nu ook nog mee zou beginnen, nu we een half jaar meer de tijd hebben. En dan stel ik er maar de vraag bij, wat zouden je afwegingen zijn om het wel of niet te doen? Ik zou zeggen, als je echt in beeld wil krijgen wat straks de regels worden onder de omgevingswet, hè, dan is het heel handig om die vanuit de verordeningen alvast in beeld te brengen. Het is niet zo dat je die natuurlijk op 1 juli 2022 al verwerkt moet hebben in het omgevingsplan. Maar goed, als je wil weten wat moet straks vanuit die verordeningen in dat omgevingsplan terechtkomen. Wat wordt dan het toetsingskader waar we mee te maken hebben als het gaat om die fysieke leefomgeving? Het is natuurlijk heel handig om daar alvast een overzicht voor te hebben. En je ziet dat sommigen dan ook echt een verordening vaststellen. Want dan heb je 1 gebundeld toetsingskader. Dan heb je echt die verordening en het omgevingsplan van rechtswegen.
Die verplichting is er niet. Het maakt het natuurlijk wel qua toetsing heel erg makkelijk. Maar aan de andere kant, het overzicht hebben van alle verordeningsregels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving is echt een hele mooie bouwsteen om straks ook je omgevingsplan op te gaan inrichten of mee te gaan inrichten. Dankjewel. Nog een vraag voor Michel. Is het ook nog belangrijk dat gemeentes elkaar opzoeken om de beprijzing van vooroverleg en omgevingstafels met elkaar te bespreken, zodat het regionaal niet zo gekke verschillen zijn? Ik roep altijd gemeenten op om wat meer met elkaar samen te werken. Zeker in dit proces waarin het lijkt alsof iedereen het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Ik denk dat het alleen maar goed is om met elkaar af te stemmen hoe er naar gekeken gaat worden. Al moeten we wel erbij vermelden van, het kan natuurlijk zijn dat er wel gemeentespecifieke elementen zijn die je gewoon niet met elkaar wilt afstemmen, maar echt wel gemeentespecifiek zijn. Maar het zou gek zijn als in gemeente X, ik noem maar wat, €500 gevraagd wordt voor een bepaald proces en in de buurgemeente daar €2500 voor gevraagd wordt. Dat soort verschillen moeten wel voorkomen kunnen worden. En ik denk dat, en dat zie je maar ook gewoon in de praktijk, met een dosis gezond verstand, dat je al een heel eind komt om met elkaar te kijken van wat is redelijk en hoe ga je dat in regionaal verband opzetten. We zijn door de vragen die nu gesteld zijn heen. Om iedereen nog even de tijd te geven om een vraag te stellen, wil ik eigenlijk voorstellen om gewoon een rondje te maken. Te beginnen bij Michel. Of je nog een gouden tip of iets hebt waarvan je denkt van, nou, dat had ik nog even mee willen geven. Loop ik jullie zo af, dan zouden er nog wat vragen binnen kunnen komen. En anders gaan we de mensen heel veel plezier in de tuin wensen. Maar ik begin even bij jou, Michel. Nou, ik denk niet een nieuwe tip. Ik denk meer even nog een extra benadrukken. Gebruik alsjeblieft de tijd die er nu is. En met name ook gebruik de tijd tot het einde van dit jaar om binnen gemeenten de discussie op te voeren en op te roepen als dat nog niet gebeurd is. Over wat gebeurt er nu daadwerkelijk binnen mijn gemeente? Wat verandert er nu? En met name van wat betekent dit in financiële zin? Want de financials kijken er altijd weer net iets anders naar dan de mensen op de werkvloer. Maar probeer, als je vanuit de werkvloer en je ziet dat het nog niet opgepakt is, trek alsjeblieft aan de bel, want dit is nog het moment om nog acties te kunnen ondernemen en je bent nog niet te laat. Dankjewel. Sowieso dankjewel voor je aanwezigheid en je bijdrage. Marianne. Zorg in ieder geval dat de formele besluiten die genomen moeten worden, ik denk bijvoorbeeld over commissie ruimtekwaliteit, adviesrecht, participatie, dat die denk ik zo snel mogelijk op de raadsagenda's terechtkomen. Dan heb je die in ieder geval maar afgetikt. Werkprocessen maak ze op orde. Hè. Dat betekent dat we hoe sneller op orde, hoe meer tijd we hebben om ook te kijken hoe dat allemaal gaat. Hè. Ten aanzien van het wijzigen van het omgevingsplan, maar ook ten aanzien van de vergunningverlening. Daarin hè, met de WKB daarin geïntegreerd. En denk goed na over die transitieperiode omgevingsplan. Hoe ga je dat aanpakken? Hè? Dat je niet bij de eerste aanvraag voor het omgevingsplan, of wijzen van het omgevingsplan, voor een verrassing komt te staan. Maar dat je in ieder geval al met elkaar hebt nagedacht over hoe je dat definitieve omgevingsplan wil gaan vormgeven. Dus noods met een handboek, of alvast een casco klaar, of modules al qua thematiek of qua regels heb opgebouwd. In ieder geval zoiets. Hè? Verordening fysieke leefomgeving is daar een onderdeel van. Dus dat is mijn, en dan heb je tot jullie de tijd om dat goed in de organisatie in te bedden. Dankjewel, Natas. Ja, ik hou nog steeds een beetje bij het oefenen, maar dan iets dichter bij huis. Ik denk dat als je vanuit het hele VTH-proces kijkt, en je moet inderdaad een werkproces aanpassen, er horen ook brieven bij, die moeten allemaal gezet worden in je nieuwe systemen. Pak gewoon eens een bestaande vergunning, bijvoorbeeld een grondgebonden woning, 1 of 2 of 10 eengezinswoningen. Pak de huidige vergunning met het huidige proces erbij en bedenk, het is nu 1 juli 2022 en deze aanvraag komt binnen. En loop dan door, wat zijn dan de stappen, wat is er anders, waar moet ik rekening mee houden, hoe ziet mijn brief er dan uit? En loop dat proces dan met elkaar door. Daar hebben we in ieder geval vanuit Cent al hele goede ervaring bij haar gemeente. Dankjewel, Josien. Ja, ik denk misschien nog 2 puntjes in aanvulling op Michel ook, want die heeft volgens mij ook inderdaad een mooie pleidooi gehouden. 1 is denk ik milieulezers. We hebben het nou een aantal keer al erover gehad.
Wat je wel merkte is dat dat ook best wel wat taken zijn die niet door de gemeente wordt uitgevoerd. Dus dat kosten ervan ook lastig in beeld te brengen zijn. Dus mijn advies zou ook zo snel mogelijk met je omgevingsdienst op tafel. Wat het natuurlijk lastig maakt is dat die van een inrichtingniveau naar milieubelastende activiteiten gaan. Dus dat is al heel anders. En je ziet dat dat echt nog een ontzettende zoektocht is. Dus daar zou ik echt wel adviseren om daar zo snel mogelijk mee op tafel te gaan. En wat ik net nog had bedacht, weet ik niet meer. Nou, geen probleem, want ik kan gewoon afsluiten. Dan geef je me gewoon een digitaal woord. Ja, volgens mij is de conclusie van wat we met jullie vragen hebben opgehaald en wat al onze experts hebben aangegeven, dat volgens mij het vizier op 1 januari 2022 moet blijven staan, maar je een deadline hebt van 1 juli 2022. En ik denk, het is een beetje de kermis dat je goed in het vizier moet krijgen op welke konijntjes je wil schieten, want het is zoveel, Marianne gaf het in het begin al aan, hoeveel taken er zijn. Kijk gewoon wat voor jouw gemeente het belangrijkste is om die nu zo goed mogelijk op te pakken. Dus probeer mee te krijgen dat of je die WKB met z'n allen. Je kan niet met je team nu, denk ik, alle 27 dingen meteen oppakken. Probeer gewoon te prioriteren. Kijk waar je belangrijke stappen kan maken. En dan heb je inderdaad nog wat extra tijd in die reservetijd om die laatste paar puntjes te scoren. Met die beeldspraak wens ik jullie allemaal een fijne middag. Geniet van de zon en geniet vanavond van het voetbal. Iedereen bedankt. We komen waarschijnlijk met een anderhalve maand met een webinar over de werkprocessen. Ook daar zijn een hoop vragen over. Uiteraard houden jullie via de normale kanalen daarvan op de hoogte. Hartstikke bedankt en we spreken elkaar snel.